Ja, ondanks dat ik niet super veel geskielerd heb, dacht ik toch, ja, de laatste winnares, dan moet ik hier ook aan de start staan. Hoe sta je aan de start? Ja, zonder verwachtingen. Ik heb er wel gewoon zin in en skielen, wat ik gedaan heb, ging op zich wel goed. Dus ja, we gaan het zien. Ik heb wel een redelijk vakantie gevierd ook. In Portugal een beetje geskielerd en thuis wel redelijk, ja, rondjes geskielerd, zeg maar, van 1,5 uur. Dus ik weet wel een beetje wat de lange afstand is, maar ja, ook wel een beetje vakantie gehad na het Olympisch seizoen. En natuurlijk is zij in de peloton hier aan het vertrekken van Steenwijk. De winnaars van de editie vorige keer is het Marijke Groenewald naar de Friese Alpen. Attentie dames, we zijn de blokken. Als ik meedoe, doe ik altijd mee om te winnen natuurlijk. En ik sta samen met Elisa aan de start, dus ik denk dat we gewoon een goed duo zijn. En dat we alsnog wel mee kunnen doen om de winst zo. Een beetje rust is soms ook alleen maar goed, dus wie weet staan we gewoon goed aan de start. En dat betekent dat we dat voor elkaar gaan krijgen. En wel dat met 1 punt of 3 punten fluff in. Laten we kijken, we hebben Marijke Groenewald. Oh, Marijke Groenewald. Ja, Marijke Groenewald. Hier in de club van Steenwijk. Marijke Groenewald. Alsjeblieft van Maan. Ja, dat blijft lekker hoor. De vorige keer was dat lekker, maar nu weer. En mooi met kopgroepje ook, dus dat is wel lekker. Gedaan. Ah, oh, mooi. Ik heb vooruitgezet, je bent. Ja, ja. Voelde je onderweg nog ergens de druk van, nou, ik ben die oud-winnares van 2019, ik moet hier mijn titel verdedigen? Ja, toen ik daarheen dacht ik wel, ik moet hem nu wel winnen. Ik zit nu in de kopgroep en Elise is natuurlijk het groepje erachter. Ik denk, ja, ik moet het nu gewoon afmaken. Ik heb echt nul snelheid gedaan, dus ik heb geen flauw idee hoe snel ik was. En ja, die andere dames die kunnen het ook wel sprinten, dus dat werd nog wel even moeilijk. Maar ja, uiteindelijk ging het goed en als je eenmaal die finish ziet, dan ga je er natuurlijk voor. Kijk, ik heb een frikandel speciaal van Bianca gekregen, dus ik zat niet te filmen. Dus Bianca Rozenboom heeft jou een frikandel gegeven? We zijn ook team frikandel met z'n drieën, dan mag het toch? Team frikandel? Ja, dat heeft Bianca bedacht. We lusten allemaal frikandellen, dus dat is dan onze naam een beetje. Jullie zal niet heel raar opkijken van één frikandelletje. Maar weet ik niet hoor. Nee, dat denk ik niet hoor.